Hallo allemaal! Goedemorgen allemaal! Dag Pipi! Goedemorgen! Dag Boekenbeer! En dag Petra! Dag Kim! Hey! Dag kindjes, wat leuk dat jullie er weer zijn! Ja, dag papa's en mama's! Ja, en opa's en oma's! Allemaal! Ja. Zullen we lekker het Goedemorgenliedje eerst gaan zingen? Ja, ratjes en willen Pipi ook? Daar gaan we! Goedemorgen allemaal! Hebben jullie lekker geslapen? Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Goedemorgen. Nou. Hey. Goedemorgen Boekenbeer. En hey, wie zie ik hier nou? Oh, daar zit nog iemand verstopt. Wie is dat? Oh, Kiekeboe. Hey, dat is muisje. Dat is Milo. Milo. Goedemorgen. En Milo heeft ook nog vriendinnetje. Oh, waar zit ze? Daar weet jullie wie dat is? Stop, stop, stop. Ik zie twee oortjes. Hey. Ja. Het is Fien. Dat is het vriendinnetje. Dag Fien, goedemorgen. Ja. Oh, Kim, zou jij ze even vast willen houden? Ja. Zo. Hier, want Fien en Milo die komen ook gezellig meeluisteren naar het laatste behaaltje van dit jaar. Want het is de laatste dag van 2020. Dan gaan we toch nog een mooi verhaal lezen, Petra. Ja, ja. En zullen we eens kijken? Nee, Kim nog niet. We gaan eerst nog even een liedje zingen. Oh, van ja. Boekenbeer. Het liedje van Boekenbeer. Kennen jullie ja. Wel? Dan gaan we. Jullie mee? Boekenbeer, waar ben je? Waar ben je? Ja, hier ben ik. Ja, hier ben ik. Goeiedag, goeiedag, goeiedag. Boekenbeer, wat heb je, wat heb je? Een boek voor jou, een boek voor jou. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Elke keer weer een verrassing, Kim. Ja. Oh, waar zou Boekenbeer zitten? Ik zie helemaal geen boek. Nee, ik ook niet. Jij wel, Pipi? Niet onder zijn voetjes. Fien wil ook wel eens even kijken. Niet bij zijn arm. Nee. Achter zijn oren misschien. Piep piep. Nee, daar zit alleen Fien. Bij zijn buikje. Kielikilikilikilik. Het kribbelt. Oeh. Ik ga hem eens even omdraaien. Doe dat. Zou daar iets op zijn rug zitten? Ja. Kijk, Milo heeft het ook gezien. Grote tas. En die moeten we openmaken. Oh, wat zit erin, Milo? Oh. Hey. Oh, kijk. Oh, we moeten een beetje draaien, Petra. Kijk. Oh. Hey, wie zijn dat nou? Het is een boekje van Fien en Milo. Kijk. Oh, kijk, een boek van jullie. Dat is leuk. Wauw. Zullen we dat maar gaan voorlezen? Zullen we daar een stukje voorlezen? Lijkt me een goed plan. Oh, maar wacht heel even. Laat het nog eens zien aan de kinderen, Petra. Kijk, op het boek hebben ze veel meer kleertjes aan. Zie je dat? Ik zie nog een muts en bandjes en een sjaal. Volgens mij is het een boek over de winter. Het is koud. Over de winter. Ja, het boek heet ook Winter met Fien en Milo. En Pauline Oud heeft het geschreven. Mm-hmm. En wij gaan niet het hele boekje voorlezen. Klein stukje. Nee, klein stukje. Kijken jullie mee voor? Zo, een beetje zo. Help je mee? Vraagt Fien. Ze rolt een grote bal van sneeuw. Milo, maak ook een bal. Dan zoeken ze kleine steentjes. Milo vindt een stokje. Wat maken Fien en Milo? Wat zouden ze maken? Zal ik kijken, Petra? Ja. Even kijken. Oh, kijk! Volgens mij zien jullie het al, hè? Fien en Milo maken een sneeuwpop. De steentjes van Milo zijn de oogjes en de mond. En de stokje, dat is een neus. Tuut, tuut. Wijs je neus maar eens aan. Daar zit hij, hè? Brrr. Milo heeft het koud gekregen. Waar is je sjaal, vraagt Fien?
En je muts? Milo weet het niet. En zijn wandjes zijn ook al kwijt. Waar zullen ze zijn? Ja, als we dat willen weten, dan gaan we kijken op www.devoorleeshoek.nl. Daar kunnen jullie het verhaaltje weer afkijken. En heel veel andere mooie avonturen vinden van Fien en Milo. Maar wat ook kan, Petra, is dat ze boekjes reserveren. Ja, want de bieb is nog gesloten, hè? Ja, maar je kan wel boekjes reserveren. En daar hebben we heel veel leuke boeken staan. En dan krijg je een mailtje wanneer het voor je klaar staat. En dan mag je het tussen 9 en 12 uur ophalen in de bibliotheek. Ja, dus dan kun je toch nog boekjes van ons lenen. Ja. Dat is wel een goed idee. En misschien zien jullie het een klein beetje hierachter staan. Heel veel leuke boeken. Ja, van de winter, van Tikkie Tik in de winter. En de warme winterkleren van Beer. Ja, en Kaatje in de winter, die hadden we al een keer voorgelezen. Die staat er ook. En Pip en Posy in de sneeuw. Ja, eigenlijk heel veel leuke winterboeken, maar ook heel veel andere. Hé, hey, ze gingen een sneeuwpop maken, toch Petra? Oh ja. Zullen we daar ook een liedje van zingen? Want daar kennen we het een liedje van, of niet? Kennen jullie dat ook? Zingen jullie met ons mee? Dan gaan we dat proberen. Nou, hier gaan we. Dag meneer de sneeuwman, waar kom je vandaan? Dag meneer de sneeuwman, ik zie je staan. Hier is je bezem, je das en je hoed. Dag meneer de sneeuwman, het staat je goed. Zullen we die nog een keer doen? Want volgens mij kwam er hier een hele grote vrachtwagen voorbij. En ik weet niet of jullie dat konden horen. Ja, ik denk het wel. Gaan we hem gewoon nog een keer doen. Hè? En weet je Kim, ze zeiden op het journaal dat er vandaag misschien wel sneeuw zou komen. Dat zou wel heel leuk zijn. Dat zou leuk zijn. Allemaal kleine witte vlokjes die op daar vallen. Ja, zo hè. Kunnen jullie dat ook zo met je vingers? Oeh. Nou, gaan we nog één keer zingen? Ja. Dag meneer de sneeuwman, waar kom je vandaan? Dag meneer de sneeuwman, ik zie je staan. Hier is je bezem, je das en je hoed. Dag meneer de sneeuwman, het staat je goed. Ja, even klappen voor jullie hoor. Wat goed gezongen hè. Ja, maar dan betekent het wel na het liedje altijd dat we al bijna klaar zijn, hè? Ja. Ja. Vond je dat leuk, Bibi? Nee. Maar wat moeten we dan nog doen? We gaan nog wel een afscheidslied zingen. Ja, een afscheidsliedje. Zullen we dat doen? Ja. En met wie beginnen we dan? Beginnen we vandaag bij de meisjes. De meisjes. Nou, gaan we dat doen. Doen we onze handen in de lucht, daar gaan we. Dag meisjes, nu gaan we weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer. Dag jongens, nu gaan we weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer. Dag mama's, nu gaan we weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer. Dag papa's, nu gaan we weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer. Dag oma's, nu gaan we weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer. Dag opa's, nu gaan we weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer. Dag boekenbeer, nu gaan we weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer. Dag Bibi, nu gaan we weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer. Dag Kim, nu gaan we weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer. Dag Petra, nu gaan we weer. Het was heel gezellig, tot de volgende keer. Tot de volgende keer in het nieuwe jaar. Dag. Fijne jaarwisseling.